Hallo, welkom aan de vuurtekens, maar niet de gewone, zomaar de vuurtekens, degene die hun noordnode in één van de vuurtekens geeft, dus een ram, een leeuw of een boogschutter. En de huizen die daarmee verbonden zijn, is het eerste, het vijfde en het negende huis. En dan hebben we alle huizen en alle zodiactekens gehad. Dus we gaan van start gaan met de ram. Eventjes de timestamp opschrijven. En dan gaan we kijken van wat is de boodschap, de uitdaging. Waar, wanneer je noordnode en ram hebt. Of noordnode in het eerste huis. Waar je mee kan geconfronteerd worden. Oeh, we krijgen de Hanged Man, Crossroads, ondersteboven. Met de Transition, Turning Point en Decisions. Dit is de kaart. Daar kun je niet veel van uitmaken natuurlijk. Maar we gaan dat extra verklaren met deze. Wat is de extra boodschap voor ram of noordnode in het eerste huis? De storm, tornado, third person, maar omgekeerd. Het voelt alsof... er ergens een derde energie in jouw leven voor problemen heeft gezorgd. Wacht, maar ik krijg een heleboel kaarten die eruit gevallen zijn. Dus we krijgen een third person omgekeerd. Dus dat kan een persoon zijn, bijvoorbeeld in een andere relatie. Waarin je dan in een driehoeksverhouding zat. Maar het kan even goed zijn dat iets te maken heeft bijvoorbeeld op je werk. Dus het is een derde energie. In iets waar je normaal gezien een relatie heb je altijd maar met twee. Bijvoorbeeld, ik zeg het ook altijd tegen mijn kinderen. Ik heb een relatie met elk van jullie en jullie hebben een relatie onderling. Maar er is eigenlijk geen relatie met ons drie tegelijk. Dat gaat niet. Er is wel een dynamiek, maar er is geen relatie. En dus, wat krijgen we? Een tornado, wat dat wil zeggen, een onverwacht einde. Een breakdown. Het is over en finito. Maar we krijgen ook een rivierbeestje met een vibrant, levendig, overvloedig leven. Gelukkig, comfort, wensen die uitkomen, goede gezondheid, balans. En ook de geboorte van een dochter. Misschien is dat voor iemand relevant. Maar krijgen we nog eens expecten en expecten met de vuurkaart. Dus hier weer hetzelfde. Maar dan ook krijgen we de broomkaart met ondersteboven. Wat dat wil zeggen van... Verwijder alle dingen die niet meer bij jou horen, maar je legt ondersteboven. En waarom ligt die ondersteboven? Omdat de strength card, deze dus, ook ondersteboven ligt. Dus ook weer verbonden met vuur. Hetzelfde element. Te maken met je passie, dus zou heel goed kunnen zijn dat het wel te maken heeft met een romantische relatie. En dus ook met de zon. En dus de leeuwkaart is ook verbonden met de strength card in tarot. En voor tweelingvlammen is dat de unionkaart. Het gaat over de unionkaart. Waarin je ziet soms vaak die kaart afgebeeld als een leeuw en een vrouw ernaast. Dus de eenheid, dat kan ook te maken hebben met de eenheid eigenlijk in jezelf. Dus het kan zijn relaties of het kan zijn iets in jezelf. Waarbij je daar vroeger altijd je energie te veel weggegeven hebt aan een derde element. Dus aan iets buiten jezelf. Waardoor je het gevoel had dat die wensen niet kwamen. Terwijl wanneer je dat helemaal nu anders gaat gaan doen. En echt heel gepassioneerd je pad gaat gaan volgen. En dus niet meer je ego. Want het kan zijn dat je ego eigenlijk het derde element was. En dus echt gaat bewuste keuzes gaan maken. Maar dat is hetgeen waar hij de uitdaging over gaat. Alles anders gaan bekijken. Crossroads, decisions, turning points, transition. En dus verandering, transformatie. Dus dat je in november nog veel meer de grote schoonmaak mag gaan houden. En met de borstel alles mag uitvegen. Zowel in je mind, emoties als in je gedraging. Dus op alles in jezelf. Zodanig dat je die eenheid in jezelf kan gaan manifesteren. En wanneer je die eenheid in jezelf gaat kunnen manifesteren, dan ga je dat ook weer spiegeld zien in je leven. In je relaties, in je vriendschappen, in je werk en wat dan maar ook. En dan ga je inderdaad dat overvloedig levendig leven kunnen gaan ervaren. Maar zie, wat is je talent of kracht?
talent of kracht. Je talent of kracht. Als ram, ja, je bent natuurlijk een vuurteken. Maar dat logisch is dat je natuurlijk twee keer minstens twee kaarten krijgt die met vuur te maken hebben. Maar vuur kan ook uitputten, als je die op de goede manier gebruikt. Dus, play, have fun, don't be so serious. En wat krijgen we nog? Dus ik ga de kaart nog eens tonen als je de screenshot van wil nemen. Speel. Heb plezier, wees niet serieus. En deep replenishment. Retreat, rest and be held. Ja. Dat sluit aan bij hetgeen dat ik daarnet ook voelde van als het niet gaat rond relaties. Dan gaan misschien een heel klein percentage dat het alleen maar daarover gaat. Maar bij de meeste van jullie gaat het gaan over die verschuiving in jezelf. Je passie, dat vuur dat je hebt, dat je voelt, gaan gebruiken voor jezelf. En nee, dat is niet egoïstisch. Want je hebt jouw eigen vuur nodig om jezelf weer te gaan voeden. Om van daaruit weer van dienst te kunnen zijn voor anderen. Waar je nu altijd jouw energie, de energie die je hebt, gebruikt dat om aan anderen te gaan geven. En wordt je nu eigenlijk gevraagd en gedwongen in de maand november om dat op een hele andere manier te gaan doen. Om zelf in eigen beker, in eigen glas te gaan zetten. En in je eigen champagne of wat dan ook te gaan zetten. Om jezelf te gaan voeden, om jezelf... Het is ook zo mooi dat je net uit al die kaarten net twee vrouwelijke figuren krijgt. Dus het is echt belangrijk dat of dat je nu man bent of een vrouw, maakt niet uit. Maar dat je dus november als prioriteit 1 je vrouwelijke energie zet. Op welke manier, hoe vaak in de dag, kan ik vanuit mijn vrouwelijke energie hier mijn leven vormgeven? Want dat gaat waarschijnlijk de grootste reden zijn waarom we die third party ook kregen en die ego-kaart en zo. Dat het eigenlijk altijd... te veel van het werken gedaan hebt. Oké. En dan nog extra advies. We gaan dan wel heel veel advies hebben, maar we gaan er nog wat bij geven. Want een gewaarschuwd man of vrouw is er driedubbel waard. We krijgen een labyrinth met het gevoel van los of delayed, complex. Het is gecompliceerd, maar ook weer... Going inward, spiritual quest, deliberation, long way home, problem to solve, situation to sort out. Ja, dat is eigenlijk bevestigend wat je nog gezegd hebt. Want wat krijgen we opnieuw weer? Fun and freedom. Dat is jouw advies. Dat is de weg voor u. Gaan we nog een kaart? Ja, en we krijgen, want hier zie je ook het tekentje van Ram. Dus het is niet zomaar toevallig. Ram zijn harde werkers, maar moeten ook leren om het dingen los te laten en dan te gaan ontspannen als dat nog wat moeilijker is. Wat krijgen we opnieuw? Person of Fire, maar ondersteboven, en Mother Load met prosperity, jackpot, succes, good fortune en al die dingen. All only good things. Maar ze liggen ondersteboven, dus dat wil zeggen dat je die vuur en dat passie die je hebt, en kijk eens waar in je astrologische kaart, dat je nog vuurtekens hebt of planeten en vuurtekens. Bijvoorbeeld, waar staat jouw Mars? Dat is ook een heel belangrijke. Bij mij staat Mars en Leeuw. Dat zijn twee vuurtekens. En dan in een huis die te maken heeft met mijn carrière, met actie ondernemen. Wat heel logisch is. Omdat ik die passie nodig heb om de dingen hier te doen. Maar dus, ik zou zeggen, neem de tijd in november om echt in die vrolijke energie te gaan zitten. Als je een burn-out tegenaan loopt of je bent moe, alsjeblieft, neem de tijd vrij. Ga naar de huisarts. Laat u even thuis zetten. Neem die rust, want het is echt super, super nodig. We kregen hier twee keer de fun kaart en twee keer de kaart van rust nemen en naar binnen gaan en voor jezelf zorgen. Dus ja, ik kan niet anders dan die boodschap meegeven. Wat dat jij ermee doet, is natuurlijk voor jou. Wil je meer ondersteuning of nog advies specifiek gericht op jouw pad? Dan kun je mij altijd een berichtje sturen via de website. En dan gaan we kijken wat het beste is. Bijvoorbeeld een sessie of een reading of wat dat ook is. Wat het beste past bij jou. En wat het meest mee resoneert. Zo, ik wens je vast heel veel succes. En dan gaan we over naar het volgende teken. En dat is Leo. En we zitten aan 9, 6, 5. Leo.
Dus als je noord nodig hebt in Leeuw, of je noord nodig in het vijfde huis, dan is dit je boodschap voor de maand november. Boodschap voor Noordnoorden en Leo. Of Noordnoorden en het vijfde huis. Ik ben af en toe afgeleid van buiten, want mijn buren zijn aan het verhuizen. Dus af en toe zie ik hen daar langskomen. Misschien is dat ook wel iets voor jou. Op een bepaalde manier ben je afgeleid, waardoor je dan het gevoel hebt dat je jezelf helemaal verliest. En we krijgen twee kaarten. Emotion met Control of Self. En de Nature card met Perspective. En ik vind het ook wel grappig, want die kaarten kwamen exact eruit. En dan op dat moment ging al de rest de andere kant op. Vandaar dat ik zeg, op welke manier ga je in november je overweldigd voelen, het gevoel hebben dat je geen controle meer hebt over jezelf, over wat er gebeurt in jezelf. En de natuur zal je het perspectief brengen dat je iedere keer nodig hebt. Dan, wat kunnen we daar nog over extra aanvullen? Wat kunnen we daar extra aanvullen? Oeps, waar gaat die heen? Ah nee, die is weer weg. Is er weg. We hebben hier een andere. Element aarde, opnieuw. Wanneer je het gevoel hebt dat dingen vastzitten, ga naar buiten. Ga naar buiten, verbind met de aarde. Zeker als vuur. Als je te veel... Als je vuur te groot wordt, dan kan je aarde gebruiken om, om je stuk terug weer naar hier te brengen. Zeker als leeuw kan het soms heel overweldigend zijn om al die emoties te gaan voelen. Zeker als je bijvoorbeeld dan zon- en maantekenen hebt en een waterteken. Dan gaat dat misschien nog een extra uitdaging voor jou zijn. Dan hebben we nog de grasshopper. Met leap of faith, easy going, sudden change in direction, don't worry. Maar leg ondersteboven. Dan zien we dat dat nog verder is. Dan hebben we nog extra. Ik heb het gevoel dat jullie te veel vasthouden aan de dingen die zijn. Maar tegelijkertijd zorgt dat er gewoon maar meer voor dat je nog meer vastzit. En dat je nog meer overweldigd voelt. Want wanneer we ons overweldigd voelen, dan is dat eigenlijk omdat we gewoon vasthouden aan dingen. En niet gewoon door ons heen laten stromen. En ik weet dat is lastig en het is moeilijk, zeker in het begin, om los te laten. Als je niet weet wat er gaat komen. Maar het is maar net in het proces van dat loslaten dat je gaat ervaren dat je toch krachtig genoeg bent om met al de dingen om te gaan die op je pad komen. En dan krijgen we nog de Cardinal, de First, met Yes, Take Inspired Action, met links ook ondersteboven. Met Start of the Season, New Experience, ja. Het is eigenlijk opnieuw hetzelfde als die graskopper. Wanneer dat je de kracht in je zal hebben, de kracht zal vinden in jezelf, om dingen los te laten, om weg te stappen van de oude dingen die je kent, dan ga je in staat zijn om meer open te zijn naar anderen toe, maar ook vanuit die verbinding met je hogere zelf, vanuit die kracht in jezelf, de wereld binnen te treden. En dus, waar dat eigenlijk bij de rammen, vooral ging over het om belichamen van de vrouwelijke energie, heb ik hier het gevoel dat hier net het omgekeerde is. Dat het oké is om te verzachten en oké is om in die emoties te gaan zitten. Dat dat niet altijd betekent dat je jezelf gaat verliezen, maar dat je ook van daaruit, vanuit die verbinding die je hebt, dan van actie kan gaan ondernemen, maar vanuit die gezonde mannelijke energie. Waar dat vroeger was vanuit controle en angst en de neiging hebben of het idee hebben dat je jezelf moet gaan beschermen, hoe dat eigenlijk niet zo is. We zien, wat is je talent en je kracht om met deze uitdaging om te gaan? Wat is talent en kracht voor Noordnoorden en Leeuw of Noordnoorden in het vijfde huis?
De Central Sun, dat is ook weer de mannelijke energie. Met Abundance, Downloads, Regeneration en Succes. Dus hou je visie op jouw eigen zon, op je eigen center. Want dat gaat ervoor zorgen dat je natuurlijk meer overvloed aantrekt, wensen aantrekt, meer kansen aantrekt, meer mogelijkheden in jouw realiteit gaat gaan brengen. En dat je gaat leren dat je vanuit die verbinding tussen jouw gezonde, dus geheelde mannelijke en geheelde vrouwelijke energie, dat je eigenlijk eenheid kan brengen en dat dat een nieuw level van controle brengt, met zich meebrengt. Ik hoop dat duidelijk is. En zo niet, laat het gewoon even voor dat is. Dan gaat het wel in de loop van de weken, de komende maand, wel binnen zeepelen. Wat hebben we als extra advies? Hebben we hier 3 dingen. De Inventor, ondersteboven. Maar ik ga hem zo tonen. De Inventor met innovatie, creatief. Het is oké om te falen. Geïnspireerde ideeën. Let's see hoe dat er nog is. De Yarn. Met de bol wol die helemaal in de war zit. Hij heeft ook te maken met een big mess. Hè. Maar het is belangrijk om de verbindingen te leren zien. Oeh, het zijn er nog meer. Sap met resources, needed materials, wealth, essence of life, sweetness, energy, roots, physical health. Misschien verschommen dat inderdaad ook te maken heeft met fysieke gezondheid, waar je nu even tegenaan loopt. En dan flamingos met soulmates, lovers, union, long-term potential, two of a kind. Maar ze liggen allemaal ondersteboven. De boodschap hierin is, stop met alles te proberen te fixen. Leer om gewoon te zijn. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer, zoals ik daarnet gezegd heb, ga kunnen zien dat je vanuit het zijn controle hebt op je realiteit. Maar vanuit, dus de uitdaging waar we dan mee begonnen zijn, vanuit jouw emoties en in verbinding met jouw natuur. De natuur, maar ook jouw natuur. Wie dat jij als essentie eigenlijk bent. Ja. En weet en verwacht dat je dat succes er gaat zijn. Hè? Onthoud dit. Dit is jouw kracht, dit is jouw talent, jouw mind. Maar het moet in verbinding zijn met je emoties. Het moet, het mag afgestemd en gegrond zijn, is het woord dat ik hoor, in je wortels, in je root, in je grondingskoren. Nu, als je dat wenst, en je wenst er meer over te leren, het zou ook goed zijn voor jullie om te leren werken met universele vlammen. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, dan nodig ik je uit in het programma. Het programma Universele Vlammen heet het eigenlijk gewoon. Dat kan je vinden via de website 690vlammen.be. Dan ga je dan van boven zien staan, programma Universele Vlammen. Dat is een traject van 9 weken waarin je eigenlijk leert werken met universele vlammen. Maar je krijgt heel veel vragen, heel veel mentale input. Enerzijds, waardoor dat je kan gaan nadenken over een aantal belangrijke stukken. Maar tegelijkertijd werken we ook op het energetische level met de vlammen door de verschillende transmissies heen. Waardoor je eigenlijk je mind afleidt door allerlei vragen bij wijze van spreken. En anderzijds de universele vlammen via de energie werken op het hoogste niveau mogelijk. En dat maakt het programma ook zo superkrachtig. Omdat de impact ervan zo krachtig en zo diepgaand is. Omdat we de problemen niet aanpakken op mentale niveau, niet alleen op emotioneel, niet alleen op het fysieke, maar we gaan eigenlijk onmiddellijk gaan waar dat het ontstaan is in energie. Voilà, ik moest dat blijkbaar zeggen voor één of iemand, of meerdere. En dan gaan we over naar de laatste vuurtekens, dat is boogschutter en dat is op 1941. Dus voor degene die boogschutter Noordnode in het boogschutter hebben, lieve. Of Noordnode in het negenste huis. Ik heb dat al opgeschreven, maar ik kan dat niet van buiten. Dat is geen informatie dat ik nodig heb om te overleven. Dus dat zit niet in mijn permanente, of zei dat, parate kennis.
En dan kregen we Harmony met Bridges en Joy. Dat is leuk. Dat is een leuke uitdaging, lijkt me toch? Waar gaat deze uitdaging over? Balans houden. De Wolverine. Power struggles. Oké. Als boogschutter zijnde kan ik het wel snappen. Ik ben geen boogschutter, maar ik bedoel, als je weet waar dat boogschutter voor staat, dan krijgen we de duivelkaart en de True North omgekeerd. Aha. Dus, het is niet zozeer dat jullie al volledig in perfect harmony zijn en elke dag in joy en happiness leven. Maar dat is wel hetgeen wat jullie naartoe wil maken, vandaar de bridges, vandaar de brug die we gaan maken. En dus wat kregen we dan? De balanskaart. Ik ging zeggen stepping stone, want het is een balanskaart. Met meditatie. Integreren van tegenovergestelde krachten. Stromen. Zich compleet voelen. Bewustzijn. En welzijn. Aangevuld met Wolverine. En dat was waar die power struggles op slaan. Assertiviteit. Vastbesloten. Zonder angst. Dan hebben we de Devil. De Capricorn kaart. De steenbok is verbonden met Devil. Dat is het aardeteken. Dat is ook de koning van aarde. En die zegt ook van, de duivel is eigenlijk niet slecht. De duivel is gewoon waar dat we ons op een onbewuste manier nog naartoe laten trekken. Dat kan vanuit het ego zijn, dat kan vanuit wonden zijn, dat kan vanuit gelijk wat zijn. Maar in de Devil zit er ook een hele goede energie. Het is standvastig, kan koppig zijn. Maar ook wijs en vastberaden in de zin van dat is mijn doel en daar gaan we voor. Alleen op deze manier is blijkbaar nog niet helemaal uitgeleend en in balans. Of zelfs niet wat hij moet zijn, want we krijgen de True North en dit gaat over de Noord, over de boodschap. Dus eigenlijk wat hij nu aan het doen bent, wat hij nu voorheen aan het gaan zit, en dat is de reden waarom dat je het gevoel hebt dat je twee tegenovergestelde energie wel gewoon samenbrengen. Dat is eigenlijk gewoon twee negatieve polen samenbrengen. Als je dat probeert bij een magneet, dat lukt niet. Of twee positieve, dat gaat ook niet. Dat stoot elkaar af. En dat is hetgeen wat je gaat ervaren, nog meer gaat ervaren in november. En waar dat je vanuit jouw vuurenergie als boogschutter daar gaat proberen een oplossing in te vinden, gaat zo vastberaden zijn om dat in balans te brengen, gaat dat niet lukken. Want dat is niet jouw taak om te doen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is zelfs niet bedoeld om in balans te komen, die energieën. Ze zijn tegenstrijdig voor een reden. Wat dat wel de bedoeling is dat je de twee kanten ziet. Dat is de reden waarom we leven in een duale wereld. Maar dat je eigenlijk er gaat gaan boven staan. Dus dat je eigenlijk vanuit de eenheid, vanuit de eenheidsbewustzijn gaan kijken naar de wereld, naar je situatie, naar hetgeen dat er gaande is. En van daaruit gaat kijken van oké, wat is er gaande en op welke manier kunnen we hier nu verder mee gaan. En wanneer je dat gaat doen, ga je zien dat je je weg gaat vinden. Dat je inderdaad op jouw ware noorden, dus je doel, je lotsbestemming, wat hij bedoelt van niet alleen, je noordnoden, waar je eigenlijk ook terecht komt. Dus voor jullie gaat november blijkbaar een hele belangrijke maand zijn om nog meer terecht te komen op het pad van je noorden, dus van de lessen die je te leren hebt. Oké, wat is jullie talent en kracht om met deze uitdaging om te gaan? Talent en kracht om je om te gaan. Get grounded. Ja, yeah, of course. Empath, highly sensitive, connect with nature. Dus, your way to go. Jouw talent, jouw kracht zal zijn waar je kracht gaat uithalen. Is om jezelf wat te temperen, wat te kalmeren, om je eigen stem te horen, maar door dus in de natuur te gaan. Door naar binnen te gaan, door je grondingscoördinaten aan te passen. Dus zorg dat je heel bewust bent, en zeker ook naar volgend jaar toe, wanneer dat de noordnodes in het collectief naar de vesten gaat en de zuidnoden naar maagd, zal het super belangrijk zijn om te weten op welke manier dat jij jezelf kan opladen, op welke manier dat jij jezelf kan kalmeren als dat nodig is, want een vuur kan heel hard oplaaien en heel veel dingen kapot maken. Dus leer het vuurelement in jou op een goede manier, op een constructieve manier in te zetten.
En hoe kan je dat gaan doen? Door te verbinden met de natuur, door jezelf te gronden, door met de vlammen te werken. Dat is een van de dingen dat we onmiddellijk leren, en door te werken met de universele vlammen in het programma. Hoe dat je grondingscode en je energie kan eigenlijk constant gaan optimaliseren. Want het is niet zo dat je dat één keer doet en dat dan blijft. Nee. We blijven groeien, onze energie blijft verhogen. Dus dat wil zeggen dat onze wortels, onze grondingscode, constant continu moeten aangepast worden. En wat kregen we dan nog als extra advies? We kregen de convertible. Nice car. Maar die zegt dus, het gaat over je vrije wil. En ook weer die dualiteit erin. Jij hebt de keuze. Jij hebt de beslissing. Of dat je nu met deze auto gaat, afgepakte huifkar. Het maakt niet uit. Wat dat jij voelt, dat je passie is en je visie is, dat is hetgeen waar je naartoe moet gaan. Maar niet zomaar als een razende race. Of hoe moet ik dat gaan uitleggen? Het beeld dat ik zie. Als zo'n vuurbal die gewoon... En die alles... vernietigt op zijn weg, niet op die manier. Nee. Het is de bedoeling dat je vuur gebruikt om anderen op te warmen, om anderen te voeden, maar niet om hen uit te putten. Dus het is belangrijk om daarin je vuur op een goede manier te leren sturen, te gebruiken. En dan krijgen we bagage, ondersteboven. Dus alles dat niet meer hoort bij... Die nieuwe versie van jou, dat zal moeten gaan. En dat is niet alleen voor jou, dat is voor iedereen, dat is voor heel het collectief zo. En dus daarom is het belangrijk om in de spiegel te kijken en dus te gaan zien van, wat is eigenlijk de visie dat ik heb voor mezelf? Waar wil ik heen gaan? En waar kan ik meer zelfliefde voor mezelf gaan tonen? Waar kan ik meer... dingen gaan aanpassen, gaan fine-tunen, gaan... Misschien soms is er gewoon zelfs één klein ding nodig. Misschien is het gewoon een verandering in communicatie. Of is het iets verzachten in je relaties. Want dit is ook een kreeftkaart. En kreeft is het teken van gezin, huiselijke sfeer en dergelijke. Oké. Dus weet dat ondanks het feit dat je op een pad gaat beginnen lopen dat heel onbekend is voor jou, dat wanneer je naar binnen blijft gaan, regelmatig verbindt met de natuur en leert werken met jouw eigen energie en de universele vlammen, als healing tool, als manifestatie tool, dat je eigenlijk een heel krachtig individu zal worden, die er echt dingen gaat gaan neerzetten voor het grotere collectief, niet alleen voor de mensen in jouw gezin, maar ook op ruimere schaal. Het gaat beginnen in jouw gezin. Het kan misschien zijn dat je nu al de impact voelt in je gezin, bij je broers, zussen, familie, ouders, wat dan ook. Maar het gaat uiteindelijk groeien en veel ruimer worden. Wauw, mooi hè? Zo, ik ga het hierbij laten. Ik ga deze ook uploaden. En ik wens je vast nog een heel fijn weekend. Tot de volgende!